In het kader van Start Gij Bij de Prins op bezoek zijn we ergens begroost. En we zijn uitgekomen in Münsterglijn op de Watersluierweg. En daar woont dan de prins. En ik zou zeggen, stel je eens even voor. Nou, ik ben Pascal Emmers en ik ben Pascal de Neeste van de havenbuurder van Münsterglijn. De havenbuurder van Münsterglijn. Dat klopt. Houdt ze dat 2-3 jaar terug gedacht dat ze prins was willen werden? Gedacht niet, maar ja, god, op een gegeven moment was ze gevraagd en dan, ja, dan geeft ze er goed over nadenken en dan denk ze van, ja, god, wil ze toch eens een keer met maken. En wat heb ik dan door een overstappen van, ja, ik wil prins worden? Door een overstappen weet ik niet, het is toch een ding, je maar gaat wat immer in dich zit en, ja, immer denkt van, god, wil zo best wat ze willen metmaken. Ja. Ja, dan kreeg ze de kans en dan denkt ze van, ja, goed, dan deed ze dat ook. En als ze geen prins bent, wat ben ze dan? Als ik geen prins ben? Ja, wat deed ze bewerken? Ik heb een eigen hoveniersbedrijf in het tuincentrum, dus ik ben normaal helemaal met veel met groen bezig. En deze dag ben ik met rood, geel en blauw bezig. Een eigen bedrijf, en dat kan ze combineren de komende dag? Dat probeer ik wel een draai aan te geven, ten toe dat ik me dat vrij goed, dus ik ga ervan uit dat ik dat wel die dag kan overleven, ja. Ja, dat is 8 januari, dat is uitgeopen. Klopt, ja. Ja, we zijn inmiddels alweer een paar dagen. Ja, wie bevalt het tot nu toe? Tot nu toe heel goed, ja. Dus heel leuk, je kunt met veel lui in contact en ja, dan kunnen ze eigenlijk op plaats waar ze normaal niet zo snel kunnen. En in het frontje staan, wie vindt ze dat? Ik begin even wennen, maar ik ben vrij snel, moet ik zeggen. Wanneer hebben ze gebeld? Dan hebben ze tegen je gezegd van, goed, Pascal doet ze. Ze hebben me gebeld volgens mij in augustus, september, vorig jaar. Dus, oh, dat is eigenlijk vrij laat. Ja. En toen zag ze, ik moet er heel even over nadenken. Toen moest je er even over nadenken. Ik moest natuurlijk een aantal zaken kunnen regelen. Dus we waren niet bedrieven, zo dagelijks natuurlijk ook. En ja, op een gegeven moment heb ik dan toch de vorst gebeld en gezegd van, ik wil het wel doen. En heb ze enig idee waarom dat ze dit gebeld hebben? Nee, ik zou het niet weten, dat zou ze niet hebben willen zelf natuurlijk moeten vragen. Ja, ik weet maar omdat ze een gezellige mens bij zijn hangen staan. Ik denk het wel, ik denk dat ik genoeg jullie ken en ja, natuurlijk ook wel bekend ben hier in de regio, in de buurt, omdat ze een eigen zaak hebben natuurlijk. Dus ik denk dat dat wel van de beweegredenen zullen zijn waarom dat ze zich vragen. En ja, goed, we zitten hier in een heel leuk gezelschap. Ja. Ben je getrouwd? Nee, getrouwd geweest. Getrouwd geweest, maar waar ken je? Ik heb 3 kinderen, ja. Ja, 2 jongens. En wat vind je ervan? Nou, die heb ik het vrijdag pas verteld. Dus omdat ik natuurlijk bang was dat hun zich te snel de mond voorbij zouden kallen ook. Oh joh. En ja, ze waren eigenlijk alle drie in koor apetrots. Dus toen ben ik ook bij de uitrupping, tenminste 2 oudste bij de uitrupping geweest. En mijn dochter is zondag bij de kinderuitrupping geweest. En ja, dat, alle drie even trots. Nou, geweldig. Dus, en hoe keek ze nou uit? Het geheel. Ja, ik denk dat Johnson zoals in de optocht was de afsluiting, denk ik dadelijk, maar het geheel gewoon alles. Van ja, zaterdag receptie tot recepties bij zo'n vereniging. Ja, ook gewoon zo de dingen wat in het dorp gedaan werden. Ik heb een motto en mijn motto is de vaste loven is erg kort dit jaar. Maar dat is voor ons graag geen bezwaar. Voor gewoon de dubbel van geneten, je hoeft alleen maar aan te sleten.